En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? En dan ligt er weer een op je bureau, hè? Zo'n bijzonder persbericht. Het gaat als volgt. Ria van Dam uit Rokanje en haar man Hendri organiseren ook dit jaar weer de collecte voor het Reuma Fonds die gehouden wordt van 11 tot en met 16 maart. Ze doen dat vol overtuiging. Hun zoon Sander heeft als kind een behandeling kunnen ondergaan waarmee hij van zijn jeugd Reuma is afgekomen. Nou, dat vraagt natuurlijk om een gesprek. Daarom heb ik aan de telefoon Ria van Dam. Welkom in Nachtwerk. Ja, dankjewel. Je bent actief voor het Reuma Fonds. Jij gaat collecteren de komende week. Waarom doe je dat? Ja, omdat mijn zoon vroeger jeugdreuma gehad heeft. Maar daar heb ik het niet alleen voor gedaan. Daarom hebben ze mij gevraagd om te gaan collecteren. Maar wij doen ook de organisatie van het Reuma Fonds in Rokanje. Dus wij zorgen voor de collectanten en dat alle wijken gecollecteerd worden. Ja, en dat is omdat je goed geholpen bent door het Reuma Fonds? Ja, nou, heel toevallig. En dat was al nadat ik een aantal jaren collecteerde, kwam er iemand van de regio van het Reuma Fonds. En toen vertelde ik dat mijn zoon een beenmergbehandeling gehad had, omdat hij zo heel erg ziek was. En toen zei hij van, die hebben het Reuma Fonds helpen betalen. Dus die hebben er goedkeuring voor gegeven dat het onderzoek gedaan werd. En hij is daarmee beter geworden. Ja, en dan zie je dus dat zo'n goed doel inderdaad ook persoonlijk werkt. Ja, terwijl wij dat niet wisten. En ik collecteerde toen al jaren eigenlijk. En toen dacht ik van, zo, ik loop toch eigenlijk helemaal niet voor niks. Ik wil toch eigenlijk ook voor mijn zoon gaan lopen. En dat zeg ik ook wel eens tegen mensen als ze gaan collecteren of geld willen geven. Van, ja, maar mijn zoon is er beter van geworden. Nu collecteer jij voor meer goede doelen, maar nu de komende tijd voor het Reuma Fonds. Waarom collecteer je überhaupt? Ja, de regering geeft geen subsidies voor het Reuma Fonds. Dus het moet toch ergens van betaald worden om voor de onderzoeken, zeg maar, om mensen beter te kunnen maken. Dat collecteren, hoe gaat dat bij jou in zijn werk? Nou, je loopt naar de deur toe en je belt aan en vraagt goedenavond of middag. Meestal loop je tegen de avond. De mensen zitten te eten en thuis zijn. En heeft u iets over voor het Reuma Fonds? Dan geven ze wel wat. Maar daar worden ze toch meestal narrig van als je zo tijdens het eten komt? Ja, maar ja, dan zeg ik altijd, dan zijn we thuis, de meeste mensen thuis. En anders lopen we hele dagen te collecteren. En dan loop je anders heel vaak helemaal voor niks aan te bellen. Ja. En als ze slim zijn, zetten ze een bak bij de voordeur vast met klein geld. En als er dan een collectant aan de deur komt, kunnen ze even gauw wat ingooien. En kunnen ze gauw weer verder met eten. Dat is de gouden tip. Gewoon een bak met euromuntjes bij de deur. Ja, er zijn mensen die doen dat. Dan hoeven wij niet lang te wachten. En hun kunnen snel weer waar ze mee bezig waren, mee verder. Ja. Zijn er altijd veel collectanten voor het Reuma Fonds onderweg? Wij hebben er dit jaar 40 lopen. In de regio Rokanje? Ja. Dus dat zijn er best veel. Ja. Wat vind je er leuk aan? Ja, het geeft voldoening gewoon dat er toch wel leuk geld opgehaald wordt. En iedereen heeft zijn verhalen ook wel. En er gebeuren ook leuke dingen. En je bent even uit en gezellig onder de mensen. En als je het in je eigen wijk doet, dan zie je, spreek je ook weer eens mensen uit je eigen straat of uit de buurt, zeg maar. Ben je overal weer een beetje van op de hoogte. Oh, je gebruikt het ook voor de sociale contacten? Nou, ook wel. Mensen vinden het ook wel eens gezellig om een gezellig praatje te maken. Is de opbrengst altijd leuk? De opbrengst is meestal wel goed. We proberen elk jaar weer een beetje meer als het jaar ervoor op te halen. Dat is een beetje ons streven. Maar ja, dat lukt niet altijd. Als je nou denkt bij jezelf, goh, ik vind collecteren ook wel een keertje leuk. Ik ga me eens inspannen voor het Reuma Fonds bijvoorbeeld. Hoe gaat het dan in zijn werk? Dat is heel simpel. Je gaat naar reumafonds.nl en er staat een linkje waar je je kan aanmelden om te gaan collecteren. Er zijn altijd collectanten nodig, hè? Altijd. Er zijn altijd collectanten te weinig. Want als je een hele bestand met collectanten hebt, dan is er sowieso altijd wel weer eentje die is op vakantie of ziek of zere teen of noem maar op. Het is altijd wel iets. Dus je hebt altijd wel weer nieuwe mensen nodig. Of die te oud zijn. Het is er eentje toevallig gestopt. Die was 80 geworden en die had zoiets van, ik vind het goed zo. Wanneer kunnen ze de mensen van het Reuma Fonds aan de deur verwachten de komende tijd? In de week van 11 tot en met 16 maart gaan de collectanten langs de deur en ik denk dat de meesten wel s'avonds rond etenstijd komen. Dus handig als je iets klaarzet. Ja, dus en niet chagrijnig worden als er iemand aan de deur komt om te collecteren. En niet, de mensen lopen ook allemaal vrijwillig en allemaal voor het goede doel. En wie weet loopt die wel voor je buurman, voor je vader, je moeder, broer, zusje, noem maar op. Toch? Ja, denk het ook.
Ik wens je heel veel succes met je collectes. Dank je wel.